Nijntje bedenkt iets bijzonders. Doe je met haar mee? Ja! Fijn. Denkt Nijntje. Hoe zou het zijn als er reusachtige bloemen zouden bestaan? Kijk, een paar reusachtige bloemen. Precies zoals Nijntje fantaseerde. Nijntje vraagt zich af hoeveel bloemen er zijn. Laten we ze tellen. 1, 2, 3. En als elke reusachtige bloem een reusachtige vogel had. Dus op elke bloem zit een vogel? Ja! Dat klopt. Bij elke bloem hoort een vogel. 3 bloemen en 3 vogels. En nu, denkt Nijntje, fantaseren we dat onder elke bloem een rups zit. Nijntje vraagt zich af hoeveel rupsen er zijn. Weet je het zonder te tellen? Onthoud, er zijn 3 bloemen. Elke bloem heeft een rups. Dus hoeveel rupsen zijn er? 3! Dat klopt! 3 rupsen. Voor elke bloem 1. Wat zijn Nijntje en jij goed in fantaseren? Ze kleurt hem rood, groen en geel. Weet je wie deze brief krijgt? De brief zinkt naar de bodem van de zee, heel diep. Hij is voor de 3 witte vissen. Kijk, een brief van Nijntje.